Heyo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Play Total War Attila. We zijn weer druk bezig met het veroveren van de wereld. Dit gedeelte van de map is nog steeds niet helemaal weg, maar dat komt omdat we dat de volgende turn gaan doen. Hier hebben we nog steeds wel een soort van legertje staan, samen met dit. Dit is wat aan het groeien, dit is nog steeds hier aan het wachten totdat we iets meer cash in de pocket hebben en zo. En nou ja, daar is dit ook op aan het wachten natuurlijk, want dan kunnen we straks beginnen met het veroveren van dit gebied. Hier op deze mooie grote map. Dit leger is ook een beetje aan het aansterken. We kunnen straks beginnen met het maken van wat Nordic Axe Warbands. Maar daar wil ik eigenlijk nog heel even mee wachten. Want momenteel is ons inkomen daar totaal niet naar. Dus we gaan eerst even op enter drukken. Kijken we even wat er deze turn gebeurt. Eigenlijk moeten we hier straks ook echt een leger beginnen te maken. Want in dat gebied hebben we gewoon straks echt een leger nodig. Ik denk tenminste dat we daar een leger. Eigenlijk weet ik bijna wel zeker dat we daar een leger nodig hebben. Want dat leger wat we daar hebben, dat... Wat doen deze lui nou weer? Nou, dat verliezen we. Het maakt ook niet zo heel veel uit wat ze willen gaan doen, weet ik eigenlijk ook helemaal niet. Misschien nemen ze de stad over. Misschien gaan ze weg. Ik weet het. Ik heb eigenlijk echt maar geen flauw idee wat er net gebeurde. Ik denk dat ze de stad overnamen. Maar aan de andere kant, ik kan het niet zien. Dus dat is best wel frappant. Nee, ze hebben de stad niet overgenomen. Want dat staat er niet. Dus dat alleen dat het waarschijnlijk... keihard aangevallen is, wat ook niet heel erg handig is natuurlijk, maar aan de andere kant, weet je, het zorgt er in ieder geval voor dat we dit kunnen behouden. Ik hoop dat het straks kapot wordt gemaakt door ons eigen land niet, dus oké. Nou, dan moeten we nu met onze vloot hier naartoe. Kan dat? Gaan we even lastig vallen, want het is wel handig om te zorgen dat er geen rebellion is, als het ware. Dit zouden we toch makkelijk moeten kunnen winnen. Occupy. Ready for orders. En dat kost dus 10.000, daarom wou ik die stad abandonen. En dan doen we die weer terug hier naartoe. Ja, handig lijkt me. 1300 en 800. Ja, want deze stad is eigenlijk alleen maar ellende wat het aan het veroorzaken is op het moment. Wat we hier nog kunnen doen, dat is zorgen dat we meer sanitaire voorzieningen krijgen. Maar het zal ook nog wel enige turns duren. Ik weet ook niet hoe dit land ervoor staat qua leger. Aan de ene kant wil ik hem best wel graag veroveren, maar aan de andere kant heb ik zoiets van... Dadelijk hebben hun nog ergens een super huge ass army staan en dan is dat gewoonweg niet echt erg handig. Oh, wacht, ik zit nu echt op een totaal verkeerde plek te kijken, dacht ik. Hier moeten we dan kijken, diplomacy. Want dat zijn hun dus. Zij zijn niet heel erg sterk. Ze staan nummer 21. En ze zijn in oorlog met heel veel landen. Maar niet in peace met heel veel landen. Dus dit land zouden we zo in één keer declare war. Dit zouden we zo in één keer ook kunnen nemen, wat eigenlijk best heel erg chill is, want nou ja, dan hebben we weer een gebiedje erbij en een province die helemaal van ons is. Waarvoor we natuurlijk ook aan het knokken waren. Occupy. Ga hier maar naar binnen. Die is helemaal van ons. Deze moeten we repairen en repairen en repairen. Nu hebben we hier dus een volledig land onder onze hoede. Als we nou zorgen dat we hier ook wat meer grondgebied krijgen, dan wordt het heel erg vet. En eigenlijk ook best wel een hele goede zaak is dat. Ja, en wat doen we nu? Dat is best wel een hele goede vraag. Is het nu verstandig om te zeggen van we moeten even blijven groeien? Gaan we nu... Want deze lui die zijn nu wel hier aan het knokken en vervelend aan het doen, maar
Ze stellen niet denderend veel voor op zich. En wij hebben hier ook niet een heel groot leger natuurlijk. Maar aan de andere kant, we kunnen zorgen dat we ons andere leger hier naartoe sturen. Zodat we hier al iets meer, ja, iets meer macht hebben. Maar ik weet niet of ik dat durf. Dat is best wel heel erg lastig natuurlijk. Ik ga even op enter drukken en dan zien we wat er... Oh, wacht, die een en daar een van. En dan kunnen we die straks de volgende turn proberen. End turn, want dat wou ik net ook proberen. Maar dat mocht dus toen op een of andere vage manier niet. Dit leeg gaat hier weg. Dat leeg gaat hier ook weg. Wat houdt dat in voor ons? Ik zit even na te denken wat dat voor ons in kan houden. Ik denk dat als we hier straks weer een landje gaan stichten. Wat ik eigenlijk wel van plan ben. Dat we dan... in ieder geval redelijk wat meer macht hebben. Het zorgt er in ieder geval voor dat we ook wat stabieler op deze map staan. Als we straks heel Engeland hebben veroverd, kunnen we namelijk gewoon heel gemakkelijk richting Afrika bijvoorbeeld gaan met ons leger. Romeinen aanvallen. Ja jongens, dat weet ik dat we hier niet helemaal vrolijk zijn. Maar we moeten die public order, dat komt langzaam maar zeker komt dat omhoog. Die kunnen we niet betalen, beste man. Dat kost ook 7k. Jongen. Nou, doe nothing. Blijf dan maar hier even wachten. Godverdorie, 7k. Dat is nogal wat, hoor. Vind ik wel heel duur, eigenlijk. Dat zijn 7 turns die we dan kunnen, die we dan niks kunnen doen. Hier is het nou min 16. Dat is ook niet heel erg positief natuurlijk. Ik zit even na te denken. Wat is nou wijsheid? Hier krijgen we straks 7 public order erbij. Als we dan die kunnen upgraden, krijgen we hier ook weer 7 public order erbij. Ik kan niet zien wat daar is trouwens. Dat is misschien wel handig dat we dat kunnen zien. Maar... ook even koekeloeren, hoe kunnen we nou het allerbeste die public order wat omhoog krijgen? Dat is waarschijnlijk door te zeggen... nou, ik denk dat we end turn moeten doen. Dan krijgen we straks die rebellion hier waarschijnlijk ergens. Ik denk hier, verwacht ik. Daar dus. Daar staat de rebellion al. Daar moeten we ons leger zo snel mogelijk heen sturen. Oh ja joh, prima. Wij kunnen wel een ally gebruiken aan die kant van de wereldmap. Want daar staan we heel erg slap. Dus ja, dat is altijd chill. Altijd leuk om een ally te krijgen in de momenten en de plekken waar we hem nodig hebben. En op de plekken waar we hem niet nodig hebben, dan laten we hem gewoon opdonderen. Ja, dat kan gewoon. Dat kunnen wij. Dacht ik. Daar is de rebellion gaande. Daar kunnen wij dit leger gewoon heel simpel naartoe sturen. Om daadwerkelijk iedereen af te slachten. Dat is niet een hele moeilijke battle. Rens of een kill cap is. Ja, ons leger hier weer naar binnen zetten. Krijgen we ook geen minnetjes en plusjes en al dat andere gauw hoor. Nou wil ik eigenlijk die upgraden. En dan hebben we hier nog één landje. Dacht ik. Ik denk tenminste dat dit nog één landje is. Oké, ze hebben hier dus nog één grondgebied. En hier is nog één grondgebied. Hebben wij hier een tweede agreement met die lui? Nee, wij hebben eigenlijk helemaal niks met deze lui te maken. Ze zijn ook heel erg slap. Als je dat zo ziet. Dus wat we kunnen doen, dat is met dit leger straks. Daar weer heen wandelen. Maar dan moeten we even een turn wachten, zodat we hier in ieder geval staan. Veroveren we dit gebied ook eventjes en dan hebben we dit gebied ook helemaal in handen. Wat eigenlijk ook wel heel erg nice is.
Dan kan dit leger kunnen we gaan sparen voor eventueel andere leuke handige dingen. Want hier staan nog 3 steden die kapot gemaakt zijn. Niet heel erg leuk. Ik denk dat we straks... Ja, ik denk dat we even enter moeten gaan drukken. Nieuwe skill voor deze beste man. Die is wel handig. Die is ook wel handig. Daar druk ik op enter. Gaan we kijken wat er nu allemaal weer gaat gebeuren. Peace treaty en een peace treaty. Peace to their enemies. Only the weak seek the death of all. Oh joh, prima. Dat kunnen we op zich ook wel doen. Dan willen we eerst even een trade agreement met deze beste man. Of een peace treaty. Oh, 900, dat is nogal wat hoor. Dat vind ik wel heel veel. Hé hey, jongen, we betalen €900 om met jou te mogen handelen. Leuk joh, doen we. Vind ik een goed idee. Een heel goed idee zelfs. Waar ik nog niet helemaal over uit ben, dat is wat we nu als volgende stappenplan moeten gaan doen. Ja, ik wil eigenlijk tegen de Britten gaan knokken. Dat lijkt me wel heel erg vet en leuk om te doen. Maar er zijn natuurlijk meer gebieden die we moeten overnemen. En er zijn ook meerdere dingen die we nog moeten gaan doen. Waarvan wij zeker hier heen moeten lopen. Nou, hier hebben we straks een stabiel land. Public order is nog niet zo dat we hier al rustig alles kunnen gaan neerzetten. 7000, dat zal ook nog wel even duren. Dit leger kan hier inderdaad wel even heen. Ik had eigenlijk gehoopt dat ze hier naartoe zouden gaan, maar ja, dat doen ze dus blijkbaar niet. De Utes. Dat zijn deze lui. Nee, dat zijn niet die lui. Dat zijn deze lui. Wacht even. Nou bedenk ik mij wat. Als wij nou hier eens even gaan kijken. In deze mooie diplomacy map. Met deze lui. Hebben wij wat met deze lui? Een trade... Oh, we hebben wel een trade agreement met deze lui. Hebben wij ook een trade agreement met deze lui? Nee. We hebben geen trade agreement met deze lui. We hebben eigenlijk... Hadden wij nou een trade agreement met die Bibo's of niet? Een trade agreement. Er staat van niet. Dat vind ik best wel vaag. Oh, non-aggression. Oh ja, wacht. Kijk, die heb ik wel. En de non-aggression pack heb ik alleen met die lui. En dan gaan we de volgende turn gaan wij weer op enter drukken. Komt dit leger eraan. En dat zal hier dan in één keer op afkomen. Ik denk tenminste dat dat verstandig is. Ik weet het niet 100% zeker. Dat is wel heel verstandig om te doen. Ja, en we zouden hier eventueel wat kunnen kopen. Maar eigenlijk ben ik meer benieuwd naar het kopen van dit gebied. Zodat wij die, die en die kunnen claimen. En hier straks... Nou ja, de rest van Engeland pakken. Lijkt me heel erg leuk. En verstandig ook wel. Lijkt me ook best wel heel erg verstandig om dat te doen. Want stel dat doen wij, dan hebben we hier in ieder geval 3/4 van de map. Misschien wel iets meer straks. Nee, dat doen we niet hoor. Wij gaan niet trouwen en dat soort trouwen. Daar heb ik geen behoefte aan. Hebben jullie waarschijnlijk wel behoefte aan. Want jullie zijn iets minder machtig dan mij. Want wij zijn natuurlijk de oppermachtige Kingdom of Vikings. En ja, eigenlijk zijn we nog niet zo heel erg machtig. Maar dat komt nog wel. Ik denk dat dat nog wel komt, ja. Ik denk dat we ook wel redelijk goed bezig zijn. Zolang er niet te veel gehouden binnen de politici in ons eigen faction komt. Dan gaat eigenlijk alles wel redelijk naar plan. We hebben straks heel Engeland. Vanuit daar kunnen we verder groeien en verder veroveren. Die lui zijn echt niet sterk of zijn ze wel sterk? 39 staan zij. Wij staan nummer 5. Dan zouden wij in principe dit moeten kunnen doen. Oh, daar staat nogal wat.
staat hier gewoon heel fucking leeg, joh. Dat is niet de bedoeling. En dat tegen ons slappe leger. Dan wil ik die er ook bij hebben. Dat kan natuurlijk weer niet. Retreat, my warriors! Retreat! On the move, lads. Ready for battle. Warriors all! Ready for orders. Thirsty for battle. We cannot do that. Ja, maar hij kan ons net niet joinen natuurlijk, hè? Dat is een beetje het probleem nou. Aidan Kitsten! Nou, dan doen we het zo. Ja, dat zal dan wel kunnen werken natuurlijk. Ik denk dat dit wel gaat werken. Ik hoop het. Ik heb ook niet heel veel keus. Alhoewel, kijk, dit zijn wel allemaal echt vette units. En ik ben wel redelijk benieuwd hoe fucking bruut sterk deze units gaan zijn. Maar we moeten ook niet het maf gaan doen. Want als we denken, hey, oh, dit winnen we easy mode. En ja, ze zijn nog sterker dan wij hadden verwacht. Dan, ja, en we moeten die stad straks ook nog over zien te nemen. Dus ja, het is sowieso niet heel erg handig om als een idioot hierop af te chargen. Wat wel handig is, is dat we wachten totdat het dry is, als dat mogelijk is. Het is mogelijk. Wat een geluk, wat een geluk, wat een geluk. During the deployment phase, you can secretly arrange your units inside the deployment zone before battle commences. When you're ready to fight, click on the scroll button. The balance of power bar tracks the relative strength of your force against that of your enemy. Nou, zo ziet het er niet uit dat wij heel erg sterk zijn, maar er komt nog heel wat reinforcements bij. Er stond echt, ja, dit kaart verliezen en nu staat er in één keer, hé, hey, kijk, we kunnen dit easy mode winnen. Hangt er maar net vanaf hoe slim we dit straks spelen. Nou, wat ik denk dat verstandig is, dat is heel even wachten nog. Ik denk dat er straks nog horsemen aankomen. Dat hoop ik in ieder geval. Nou, jullie moeten mooi die kant op. Ik ben ook wel benieuwd hoe bruut deze lui eruit zien. Oh, die zien er best wel heel erg vet uit eigenlijk, hè? Ook wel huge ass schilden, ze zijn alleen niet heel erg... Alleen, ze zijn allemaal niet heel erg bewapend ofzo, maar dat kan nog wel ergens komen. Wat ik wil gaan doen, dat is... Jullie drie... Ja, wij zijn nu de aanvallende groep als het ware, dus we moeten sowieso... Jullie hier maar mooi heen, Jullie twee dan daar maar wat heen. Dat loopt nou nog niet. Voor mij loopt... jij als enige nou nog niet. Er zal vast nog wel meer zijn wat trouwens niet loopt. Want volgens mij heb ik hem dus nog niet aangeraakt. Heb ik hem al aangeraakt. En heb ik hem ook nog niet aangeraakt. Dan dacht ik al dat ik die drie nog niet had. Nou, kunnen die drie daar wel heen. Die horse moeten eigenlijk proberen zo snel mogelijk die katapulten te verslaan. Maar dat lijkt me heel erg lastig om daar zo in één keer binnen te komen. Ik ga nu in ieder geval eerst eventjes die tijd wat fast forwarden, zodat we hier... Niet een eeuwigheid hoeven te wachten, maar die mensen rennen toch allemaal. Eigenlijk zijn ze allemaal gek. Gaat er niet rennen alvast naar je doel weer toe, of wel? Maar eigenlijk ben je dan gewoon een sukkel.
Maar ja, hun hebben wel allemaal panzerend infantry en guys en zo. Dus we moeten sowieso ergens wat meer uitkijken dan hun heavy melee infantry guys. Het legioen is dit eigenlijk zo'n soort van. Dit zijn gewoon fucking Romeinachtige soldaten. Had ik ergens niet gedacht dat ze die zouden hebben. Maar ja, het is niet anders. Deze beste mensen die komen straks eerst aan. Die moeten rennend. En dan hier wat heen. Die moet in ieder geval snel lopen. Zodat ze dadelijk die fire wat op kunnen laten nemen en zo. Jullie moeten ook snel gaan lopen. En jullie moeten eigenlijk ook wat sneller lopen. Samen met die andere twee pipo's. Want die moeten lopen echt heel ver achter eigenlijk. Ja, wat nu heel erg mooi zou zijn, is dat jullie bijvoorbeeld hier ook iets meer heen zouden kunnen gaan. Jullie moeten eigenlijk proberen hierheen te komen. Jullie drie lopen hier wel heen, maar moeten eigenlijk proberen om hier volop te chargen. Jullie twee moeten eigenlijk proberen hierheen te lopen. Ook op een chargende manier natuurlijk, hè. Voorwaarts. Jullie moeten ook voorwaarts. Jullie moeten ook voorwaarts. En ook op een snelle manier. Ik heb hier dus nog twee troepen staan. Ook misschien handig dat die wat doorlopen te pushen straks. Aangezien ik verwacht dat deze lui weg gaan lopen en naar achteren gaan terugtrekken. Maar ik probeer straks die katapult natuurlijk een keer te raken. En ik hoop dat ze hier dit vergeten. Dat zou ook wel heel erg leuk zijn. Ergens zou dat wel heel erg mooi zijn ook gewoon. Jullie lopen hier nog steeds gewoon lekker te vuren, hoop ik. Dan hebben we hier nog best wel veel lui. Die moeten eigenlijk ook allemaal door gaan pushen. Ik weet niet waarom deze lui allemaal ontevreden zijn. Shaken General Alive, oké. Okay. Nou, hier zijn we wel redelijk zo in de combat gekomen. Mooi. Oké, okay, dit is perfecte timing. Die twee moeten nu hierop gaan chargen. Ik weet niet wat ze hier van plan zijn. Maar het lijkt erop dat we hier die guys redelijk kunnen klootzakken. Onze paardmensen die gaan nu volop op hun arches en dat soort gauwhoer af. Dat hebben wij wel redelijk afgedekt. En wat heel erg mooi voor ons is natuurlijk. Tenminste redelijk afgedekt, laat ik het daarop houden, want het is natuurlijk niet perfect. Eigenlijk is het bij lange na niet perfect. Maar het zorgt er in ieder geval voor dat we ze hier al wat tijd kunnen rekken. Hier, deze lui worden echt gewoon verkracht als het ware. Je ziet wel dat hun horsemen terugtrekken en dat hun general probeert bij te komen. Maar ik denk dat dat eigenlijk al wat te laat is, want... Dat hoop ik gewoon, dat het te laat is. Hun general komt er sowieso niet meer bij, lijkt me. Dan moet je wel heel snel kunnen lopen. Die horsemen hier hebben ook al wel redelijk gewonnen. Dus die gaan nu ook hier naartoe. Dan heb je hun mounted raiders nog. Ook een light horseman eigenlijk, hè. Nee, jij moet hier op blijven gaan eigenlijk. Hier zijn we ook een beetje aan de winnende hand, lijkt het. In ieder geval wel. Zijn we nog wat vergeten? Nee, we zijn niks vergeten. Ik zie hier ook units wegrennen en ik zie units knipperen. Dus dat betekent ook veel positiviteit. Ik snap het. Dat snap ik ook eigenlijk wel van hun. Hier zijn we aan het verliezen en aan de andere kant zijn we aan het winnen. Dus dat is eigenlijk... Hier maar op af. Um.
denk dat jullie nu eigenlijk hier wat meer heen moeten. Eigenlijk wil ik dat jullie achter de vluchtende units aan gaan. Our men have rallied. Ja, dit gaat aan de ene kant heel goed en aan de andere kant heb ik zoiets van fuck jullie allemaal. Ik heb liever dat jullie hier wacht gaan. Ren maar weg voor die andere pipo's, beter. Ik hoop dat jullie nog weten het herpakken eigenlijk, stiekem. Kom op jongens, jullie kunnen het. Jullie kunnen het. Our men have regrouped. Ga hier maar af. Die anderen zijn al weg, dus dat is ook niet heel erg positief. Eigenlijk is dat heel erg nadelig natuurlijk. Kom op hier. Oh, eigenlijk moeten we hier wat meer op pushen. Als jullie met z'n allen hierop weten te pushen. En hierop af. En jij daarop af. Jullie drie met z'n allen hierop af. Hey, deze X-Men die komen hier nog wel wat irritaties opleveren, dacht ik. Deze Horsemen die houden het waarschijnlijk ook niet heel erg lang meer vol. Aan de ene kant heeft die man wel gelijk, want het is inderdaad wel een shameful display. Wat hier gebeurt is trouwens ook wel heel bruut hoor. Check dit dan. Hier staat een klein legertje tegenover een fucking huge ass leger. En die lui blijven doorknokken, want hun general staat hier en die denken van... fucking hell man, dit kunnen we niet verliezen. Maar dat blijft ook maar doorgaan met troepen van ons. En dat is eigenlijk een beetje de kracht. We hebben nu gewonnen officieel. Maar we hebben geen horsemen meer, dat is een beetje jammer. Ik denk dat we ook niet echt heel veel units nog kunnen killen. Het enige wat ik heel graag wil doen, dat is deze lui volledig afslachten. Nou, dat gaat lukken, want daar rennen we gewoon achteraan als idioten, zodat we die general nog kunnen killen. Dat is denk ik wel heel erg belangrijk. Als die general weet te ontsnappen, zou ik dat wel een beetje jammer vinden namelijk. Jammer. Ik heb niet gezien dat die general van hun het gewonnen. Of dat hij is weggekomen. Maar ik heb ook niet gezien dat hij dood is gemaakt. We hebben 700 man verloren. Op zich veel. Op zich is dat redelijk wat. Aan de andere kant valt het wel wat mee. Want hun hadden veel meer troepen. Hè? Zij hadden veel meer troepen dan ons. Nou, jij gaat hier waarheen. Wat ik dus wil is een ladder. En... ladders en dat. Continue the siege. Dit leger gaat hier ook maar wat heen. Zodat we hier gewoon blijven staan natuurlijk, hè. En ze wat onder druk kunnen houden. 4400. Komt straks nog 1400 bij. Dan hebben we straks bijna die 7000 die we nodig hebben om deze stad op te bouwen weer. Dan zijn we nog groter en sterker geworden. Dan zijn we wel echt oppermachtig in Britannia. Ik voel me hier eigenlijk alleen niet heel erg veilig. Want als je ziet wat hier staat, dan is dat eigenlijk gewoon een lachertje. Weet je wel? Dat is gewoon echt een lachertje. Die Nordic Pikemen zijn die veel beter als dit. Poor Armor en Poor Low Health. Wat ik echt jammer vind, dat is gewoon dat ons... Die moeten we eigenlijk zo creëren. Maar voordat we die kunnen maken, heb je die nodig. Daarvoor hebben we dan nog 6 en 12. Dat is heel erg jammer eigenlijk. Ik wil er eigenlijk wel voor gaan. Want dat is ik denk dat dat echt straks een hele grote belangrijke macht voor ons gaat zijn. Ik hoop het in ieder geval. Want dat zou wel heel erg triest zijn als dat niet heel erg belangrijk is. Die en die. Lothar is ook bezig met een upgrade. Die en die en die wel even doen. Druk op enter. Dan gaan we naar de volgende turn. Wat ook heel erg super belangrijk is natuurlijk. En wat is dan nu verstandig om te gaan doen? It is time to talk like men of... Nee, dat doen we niet. Nee, dat dacht ik niet jongeman. Dat is niet de bedoeling.
Komt hier nog een leger aan. Dat is van... Oh, onze bondgenoot is dat. Dus dat valt op zich wel mee. Daar zullen we weinig last van hebben. Ja, lijkt me dat we daar weinig last van hebben. We zullen zien. We find you worthy of benefiting from our nee, dat ken niet. Ik denk dat wij meer opleveren als wij die stad van jou overnemen. Want dat is wel een hele mooie stad. Ik vind dat een hele interessante en mooie stad. Dus dan moeten we die stad gewoon van jou overnemen, dacht ik. Ik dacht dat dat best wel een heel goed idee was. Ik dacht ook dat we dat nu maar eens in moesten doen. Want dat kan. Fight on the battlefield. Natuurlijk doen we dat. Oké, we gaan dus eventjes kiezen. Fog. En dry. Ik vind dat dry altijd wel het makkelijkste, want dan heb je gewoon lekker simpel als het ware. Kun je gewoon... Het ziet er wel echt heel groot uit hoor, dit wordt wel heel erg lastig lijkt me. Is only possible after allowing a siege to escalate over time, causing breaches in the settlement walls through which your troops can attempt entry. Ik denk dat wij via deze kant gaan komen, want die is damage 100% en 100% en deze niet, dus dan moeten we sowieso via deze kant proberen te komen. Dat lijkt me dan wel heel erg handig. Ja, leuk dat ze die voor mij kapot gemaakt hebben eigenlijk, hè. Wat een lieve mens. Hebben die dus daar hebben staan. Wat ik wel wil is dat... deze units... nou, niet allemaal, dat is misschien niet zo heel handig. Oh, ze kunnen hier ook gewoon doorlopen of niet? Zie ik dat gewoon verkeerd? Dat lijkt zo. Indestructible. Maar kunnen we er wel... Het lijkt gewoon alsof we hier er doorheen kunnen lopen. Alleen hier kunnen we niet langs. En hier kunnen we niet overheen zetten, lijkt het op. Dus via deze kant kunnen we sowieso niet aanvallen, echt. Want dan komen we hier alweer uit. En deze torens die zijn helemaal 100%. Dus dat doen we niet. Nou, dan vallen we gewoon keihard via deze kant aan. Gewoon een massive charge. Zo kabam en kabam. Zetten we die voor de zekerheid daar neer. Jij moet ook hierheen, hè? Dat weet je zelf ook al. Pipo. Jullie allemaal hier zo. Mijn boogschutters en archers die komen ook hier in de buurt. Dan is het nu start battle. 2208. Jullie allemaal hierheen. Ja, daarheen. Ja, daarheen. 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 Dus jullie kunnen allemaal hierheen. Die gaat hierheen. Deze wil ik eigenlijk hier zo erachter hebben staan. Zodat we in ieder geval extra buffer erop kunnen gooien. Dan hebben wij hier al redelijke druk op dit punt staan. Hè? Dat is natuurlijk ook een hele goede zaak. Want dat is het enige wat we nu moeten doen. Zorgen dat we hier druk op houden en naar binnen kunnen komen. Dan moeten we hier even gaan koekeloeren. Want hier hebben we nog allemaal legertjes staan. En die moeten eigenlijk dus hierheen wandelen. Die moeten niet snel lopen. Want als die lui ook nog moe zijn. Het zijn maar 17 lui. Het zijn maar 18 lui. Maar het zijn maar 25 lui. Dat is echt wel een heel klein leger. Dus dat is beter van niet. Deze strijders die komen aan. Dus hier ook rustig erbij. Ja, ik wil ze allemaal niet laten rennen. Wat ik wel wil gaan doen is jullie laten rennen. Want jullie moeten eigenlijk... die enemy approaches. Ik weet niet wat dit is trouwens. Lopen hier gewoon mensen. Het is wel heel bruut hoor dat hier gewoon lui rondlopen. Allemaal van die stomme Britten die hier rondlopen. Nou, die moeten we allemaal afmaken straks. Dit is gewoon een Viking. Ik zie dit gewoon al als een Vikingstad. Maar dat werkt nu niet helemaal. Eigenlijk kan hij beter hier staan. Jij kan beter hierheen.
De rest kan beter daarheen, dat is makkelijker. Dan kunnen die alvast knallen op die lui. Ik ben wel benieuwd hoe dit straks gaat lopen. Hier lopen maar 44 lui om dit ding te beschermen. Dus dit is sowieso niet echt de beste plek. Maar ik verwacht wel dat we hier heel wat strijd kunnen leveren. Deze units zijn sowieso niet echt mijn favoriet. Want ze zijn best wel heel erg zielig bewapend. Hoor. Ze hebben wel een zwaardje. Dat is dan wel vet. Maar dat is ook meer een dolk dan een zwaard eigenlijk. En ja, ze hebben ook helemaal geen armen. Dus ze zijn ook echt waardeloos eigenlijk. Maar gelukkig hebben we deze units. Ik vind deze units erg kapot vet. Super vet. Alleen ze hebben geen armor, dat is jammer. Maar ze zijn wel heel bruut. Ze zijn wel redelijk breed, redelijk sterk. Ik zou er niet graag tegen knokken, dus wat dat betreft, logisch. En dit zijn, denk ik, wel hele sterke units. Heavy melee infantry. Dikke zwaarden en zo. Echt heel vet. Echt heel erg vet. Maar wij moeten onze aandacht hier even bij houden. Die gate wordt kapot gemaakt, dacht ik. De meeste troepen die komen nu rustig naar binnen om hier al de boel wat te klootzakken. Jullie kunnen hierheen. Jullie kunnen hier ook op pushen. Hier wordt redelijk wat naar binnen gelopen. Jullie twee hier naartoe hebben eigenlijk. Op een snel tempo. Kan ik jullie twee dan hier krijgen? Dacht ik. Jullie kunnen dat ding, denk ik, loslaten en hier doorheen gaan. Oké, mooi. Die zijn we eigenlijk bijna binnen, lijkt het op. De boogschutters en zo, die komen wel redelijk door. Tenminste, onze boogschutters komen redelijk door. Die staan hier ook op precies het juiste moment, hè. Geniaal eigenlijk. Light, melee, Calavaria. Dus die paardmannen die worden sowieso straks gegeven. En daar zorgen we voor natuurlijk, hè, met onze troepen. We hebben redelijk wat spear units en dat zorgt er wel voor dat we hier redelijk wat voordeel in hebben. Nou, trouwens wel vragen aan onze general om te joinen. Ik wil jullie allemaal vragen om iets sneller te lopen en ook wat meer te gaan helpen. Aangezien we het alleen maar moeilijk gaan krijgen hierdoor. Ik had alleen niet gedacht dat hier ook nog units weg zouden komen, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Dan push je hier in ieder geval door. Deze unit wil ik eigenlijk vragen om hierop af te gaan. Dat is best wel heel erg plezant en ook wel heel erg verstandig. Aangezien dat straks ervoor gaat zorgen dat we gewoon kaart van die people gaan winnen. Ik weet niet waar ze nu naartoe willen lopen, maar stel wij laten ze dit stuk moeten eigenlijk weer over te nemen. Hè? Dat is nu het belangrijkste gedeelte van de map. Dacht ik. Jullie twee hier maar meteen. Jullie kunnen beter hier eventjes heen. Jullie kunnen hier ook eventjes heen. Jullie staan hier te knokken. Jullie staan hierheen, dacht ik. Als ik nou jullie allemaal even vraag om ook hierheen te komen en hierheen te komen. Ja, op een heel snel tempo. Ik zie dus dat hier onze eerste guys al tegen knokken zijn tegen hun. We proberen laten vragen om via deze kant zeg maar ook te komen. Zodat ze iets wat ingesloten zijn. Hè. Die kant kunnen ze niet op. Er staat een barricade van hunzelf. Hier staan wij. Via deze kant komen ook units. Dus dan moeten we via deze kant ook gaan verdedigen. Dat maakt het even net wat lastiger voor hun. Dacht ik. Dat is in ieder geval wel een beetje de hoop voor mij. En er komen hier nog wat meer units. Dan kan ik eigenlijk wel vragen of jullie deze kant op kunnen lopen.
zodat we ze eigenlijk van drie kanten aanvallen, waardoor ze nooit overal kunnen verdedigen. Dat is de gedachte erachter. Nou, ik weet niet of dat gaat werken, maar het lijkt me in ieder geval wel een heel goed idee om dit zo te proberen. De Danes hebben dit gebied in handen. Deze units komen er ook aan, die gaan hier dan heen. Dan krijgen we hier straks nog een lastig probleem, maar dat is wel op te lossen, dacht ik. Ze hebben nog 300 troepen, dat is wel een beetje nadelig voor ons natuurlijk. Wat ze hier allemaal van plan zijn trouwens hoor. Ik durf het niet te zeggen, laat ik het daar. Want het ziet er allemaal heel gepland uit. Had eigenlijk gehoopt dat we nu al van deze general gewonnen hadden ondertussen. Hierheen te halen, want dat is misschien ergens wel handig. Jullie allemaal hierheen dan. Ook wel heel erg verstandig, denk ik. Hier moeten we druk op blijven houden, zodat we deze units dan maar killen. Enemy General is dead, hoorde ik net, dacht ik. Hele goede zaak, eigenlijk. Deze units moeten allemaal maar hierheen vluchten. Zodat we hier straks ook de push op kunnen zetten. En dat ze hier ook van twee kanten aangevallen worden. Dat lijkt me wel heel erg nice. Jullie drie nou hierheen lopen, ja. Kunnen jullie mooi victory point pakken. Ook heel belangrijk, weet je, nu krijgen jullie allebei een hele belangrijke taak. Jullie moeten trouwens ook vast treble aan hebben. Want anders heeft dat heel weinig meerwaarde. Nou, hier staan ze al te knokken. Die twee verkaarders die we hier wat bij hebben. Laat deze lui maar eigenlijk hier staan, dat is iets veiliger, jongens. Want wat hier nu gebeurt, hier staan er wel heavy melee units, maar die zijn er waarschijnlijk zo dood, omdat hier gewoon echt een joekel van een leger staat. En ze zijn al wat aan het bang worden en zo, dus dat heeft gewoon ergens wel. Ja, we maken wel indruk op ze, laat ik het daarop houden. Zo voelt het in ieder geval wel, dat we indruk op ze maken, wat eigenlijk alleen maar positief is, want als je indruk op iemand maakt op een positieve manier door, zeg maar, ze allemaal af te maken en zo. Dat is eigenlijk alleen maar leuk. Ik hoop wel dat we heel snel deze lui afmaken, want ik ben er een beetje klaar mee. Het valt me wel tegen hoeveel units we eigenlijk al verloren hebben. We hebben al best wel 300 units verloren. Op zich valt het wel wat mee. Ik denk dat we zoiets ook hadden, sowieso ook hadden verloren als we zelf of over dat automatisch hadden gedaan. Aan de andere kant, ik denk dat je dit veel makkelijker wint. Lieve schat, er staan hier allemaal mensen te kaarten te knokken en jij staat hier een beetje rustig te chillen. Het wordt niet gewaardeerd. Dat ik je dat maar even kan vertellen. Jullie staan hier ook heel mooi. Oké, deze lui die zijn wel heel sterk hoor trouwens. Ik laat deze lui er ook maar volop op ingaan. Deze drie kleine legertjes kunnen dit dan wel verdedigen ondertussen. Als je hier ziet, gaan de meeste units waarschijnlijk dood door die towers. Dat is best wel heel triest. Ik ga de tijd even wat sneller zetten, want ik denk dat er nu eigenlijk toch niet meer zo heel veel gaat gebeuren. We hebben een victory gemaakt. Nou, mooi. End battle. En end battle is sowieso belangrijk. En ook wel heel mooi dat we dat nu kunnen doen. We hebben gewonnen. Dik gewonnen, nou dat wil ik dan net weer niet zeggen. Het staat van wel, maar dat is eigenlijk niet zo in mijn opinie. Want ja, we hebben best wel heel wat troepen verloren. Dat is dan een beetje triest, hè? Ik vind dat altijd een beetje triest. Occupy the city, tuurlijk doen we dat.
Oh, we kunnen hier niks recruiten. Dat is wel heel erg jammer. 12.000 kost dit. 12k. Gewoon. Kijk, dat kost maar 180, maar het kost fucking veel om het te converten. Je moet wel your city. Godverdorie. En ik dacht net, ik kan hier straks deze stad mooi maken. Dat kan ook wel. Ik weet niet of dat eerst kan, weet je, want dat is best wel een risicootje natuurlijk. Aan de andere kant, je hebt toch niks te verliezen, dus het. Enemy killed in battle. Ja, tuurlijk. Dat hebben wij gedaan. Wij zijn super sterk en super machtig. En wij zijn denk ik wel het machtigste land. Nee, want er zijn nog machtigere landen, staat er. De staat van wel. Maar ik weet niet of dat werkelijk waar is. Het zou best wel eens waar kunnen wezen. Ik ben benieuwd. Ik ben eigenlijk best wel heel benieuwd wat er nu allemaal nog gaat gebeuren. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat wij naar Engeland heel erg veel andere mooie gebieden kunnen veroveren. En dat zou leuk zijn. Nou jongens, dit geloof ik op zich wel. Goeie zaak. Hebben we ook weer gewonnen. Nou, de Britten bestaan dus niet meer. Nu is het gewoon Vikingland. Ik noem het gewoon Vikingland. Denemarken heet het dan, maar kill captives. Beste van de zaak natuurlijk, hè. Anders krijgen we dadelijk slappere legers. Dat is niet de bedoeling. Het lijkt me dat dat niet de bedoeling is, ja. Dat leger wil ik daarheen hebben. Dit leger wil ik eigenlijk graag. Of 11.000. Dat is wel veel hoor. 11.000. We hebben nu 7. Dus dat is 8, 9, 10. Dat is nog 3 turns. Kunnen 3 turns wachten. Kopen we die. Dat is denk ik wel beter dan dat we hier nu deze stad zitten te kopen. Want als we deze kunnen converten, dan krijgt die public order ook wat naar beneden. Krijgen we hier ook veel betere units, hè? Want deze stad is best heel groot. Basic walls, road development, geweld erbij, public order erbij. Siege. Defense is ook best wel redelijk goed. Ja, ik denk dat we dat moeten gaan doen. Ik denk dat het handig is om nog even 3 turns door te spoelen, als het ware. Jij hebt ook weer skills erbij. Leuk jongen. Top. Al die units hebben nieuwe skills erbij. Hartstikke leuk als dat weer. En natuurlijk ergens ook gewoon een super goede zaak. Die hebben we erbij. Goeie zaak. Dit leger is op zich ook best wel heel erg goed. Wauw, we kunnen ook best wel veel units maken eigenlijk al, hè. Die wil ik. Medium spare infantry, light pike infantry. Ik denk dat dit wel ergens een verschil is. Die zijn wel heel vet eigenlijk. Nordic merchants vind ik iets minder interessant. Die borgons zijn ook wel heel geinig. Ik denk dat we nu gewoon 2 of 3 keer achter elkaar op end turn moeten gaan drukken. En om die stad gaan repareren. Zodat we dat gedaan hebben. En dan sluit ik dan de aflevering af. Ja, dat is denk ik wel het beste om te doen. Dan gaan we daarna bezig met het. Nou ja, met het uitbreiden en het verkopen en kopen van settlements. En al dat andere oude hoer wat erbij komt. Maar ik denk dat dit wel redelijk. Ik denk dat we wel redelijk stabiel staan op het moment. Ik denk het wel. Ik denk dat we wel redelijk machtig en oppermachtig zijn vooral. Wacht, hebben we hier nou een rebellement? Hoezo dat?
Dat is niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je hier ook gewoon vrolijk bent. Godverdorie. Zeg jij, dat bedoel ik nou met zeikmensen. Ze zijn allemaal aan het zeiken hier, hoor. Maar dat is niet heel erg. Want dan maak ik hier denk ik Asus nog een extra landje of een extra legertje erbij. Male faction members may also attempt to secure political offices or be assigned governorships. Select a male character, then click on an office or governorship from the appropriate list on the right-hand side of the panel to assign them to it. Oké, nou ja, dan moeten we dat maar proberen inderdaad. Nou, eerst hierheen, zorgen dat we mensen weer wat blij krijgen. We hebben nu straks 9k. Eigenlijk is dat best veel. Ah ja, joh. Ik heb toch helemaal geen verstand van wat ik nu allemaal aan het doen ben. Haha, eigenlijk best wel heel noob. Maar dat is wel de keiharde waarheid. Ik heb werkelijk qua echt geen verstand van wat ik aan het doen ben. Dat is heel triest, maar het is wel de kei en keiharde waarheid. Gold freely given and gratefully accepted. Nee, jongen, daar heb ik toch geen geld voor. Ik ben toch druk bezig met... Ik snap ook niet wat die people aan het doen. Dus ik zie hem hier de hele tijd heen en weer varen en... Ik zie niet wat hij aan het doen is. Heel vaag. Ik vind het heel vaag. Ja, eigenlijk vind ik dat best wel heel vaag, ja. Maar ja, je weet het niet. Misschien is hij wel van plan om mij over te nemen. Het zou kunnen. Het zou kunnen. Er zijn veel klootzakken op deze wereld. En dat maakt de kans best groot dat ze dat van plan zijn. Rebellion. Leuk. Eigenlijk vind ik dat niet leuk. Wat staat hier? Een heel klein leger. Dit kunnen we gelukkig wel winnen. Oh, gelukkig, dit kunnen we winnen. Casualties and requires fresh recruits to replenish troop numbers. If an army is in a friendly province and not undertaking a forced march, unit replenishment will occur automatically. The rate of replenishment is enhanced when an army is mustering. The closer an army is to a province containing fresh recruits, the faster the rate of replenishment will be. If no replenishment occurs, it may be because the army is on enemy territory or within an area of attrition. Ready for battle! Nou, dat doen we maar eventjes. Floki heeft ook weer nieuwe skills erbij. Die heeft nog meer skills erbij ook. Goede leiders hebben we hier eigenlijk allemaal. Nou, over deze turn kunnen we eindelijk bezig met het kopen van iets wat ik heel graag wil hebben. Een stad die we kunnen ombouwen. Ja, best wel heel belangrijk ook. Als we die hebben, verwacht ik eigenlijk ook wel dat we die andere twee ook kunnen kopen meteen. Ik hoop het eigenlijk wel, want anders dan wordt het heel erg vervelend of lastig of langdradig. Want 12 turns is nogal wat. En we gaan meer geld nodig hebben. Maar we hebben eigenlijk altijd, dus wat dat betreft niks nieuws. Dus ja, dat eigenlijk. Ja, dat wil ik eigenlijk zo kwijt. We hebben gewoon meer geld nodig. We need more money and more fame and more armies. En eigenlijk alles meer, zodat we nog meer land kunnen krijgen. Want uiteindelijk is het degene die het meeste land heeft. Give blessing. Best jongen, als jij wilt trouwen, dan moet je dat doen. Hier moeten we eventjes die convert starten. Nou, dat kost ook allemaal weer hartstikke veel natuurlijk. Oké, dus ik heb deze nu net gestart. De volgende aflevering moeten we in ieder geval proberen te zorgen dat we hier iets meer troepen krijgen. Want dit is niet heel erg efficiënt. En we moeten hier straks een keer beginnen met upgraden. Want, nou ja, dat is gewoon belangrijk dat we hier wat gaan upgraden. Zodat we kunnen kijken wat we gaan kopen. Misschien moeten we hier ook iets kopen van Sacred Ground. Dat we dat paganisme iets meer omhoog weten te jutten. Voor nu denk ik dat het mooi is om de aflevering af te gaan sluiten. Ik denk dat we genoeg gedaan hebben. Dus bedankt voor het kijken. Volgende aflevering gaan we lekker weer verder met het veroveren van de wereld. Of in ieder geval van Engeland. Dat lijkt me eigenlijk best wel heel sterk en goed idee.
denk ook dat we aanzien weer oorlog met deze pipo's moeten maken, want die hebben dus nu deze twee steden en dat vind ik niet een goed idee. Wil ik hebben. Dat zijn mijn steden, bitch. Komt wel goed. Dus bedankt voor het kijken, tot de volgende aflevering en dan zeg ik, laat dus...